In onze Outswinger volgen we vandaag de spannende topper mee met twee heel bijzondere supporters. Christophe en Dieter zijn allebei blind, maar toch missen ze geen enkele fase in de wedstrijd. Met de hulp van Stuart Jean-Marie worden Christophe en Dieter naar hun plaats geleid. Voor Christophe, die oorspronkelijk uit Lenny komt, heeft deze belangrijke topper een speciaal tintje. Heel mijn familie praktisch is veranderlegd. Ik ben in 1995 naar club gegaan omdat ik vond dat club beter bij mijn profiel paste. En ik heb al 13 jaar ben ik supporter van Club Brugge. Ik ben in mijn derde jaar dat ik hier kom. En ik moet zeggen, ik heb er nog geen moment spijt van. En zulke matchen is altijd een beetje ik tegen al de rest. Christophe en Dieter kunnen de match niet volgen zoals andere supporters, maar ze hebben zo hun eigen manier om geen moment te missen. Af en toe allez, met u om te draaien en te vragen wat gebeurt er, weet je ook al veel. Hè? Hey Christophe? Ja. Dus als we ons omdraaien vragen, is er een gele kaart, of is het een vrije trap of een penalty? Of, Je hoort ook een beetje aan het publiek, maar het is moeilijk als je dat zo een hele match moet doen. Hè? Het is veel concentratie natuurlijk. Hè? Maar voor de club hebben we dat over hè, natuurlijk. Messi! Ja! Nee. Gele kaart! Voor wie? Een vrije trap voor club misschien? Nee. Man, hoe weet je dat? Dat wordt zo. Ja. Het zou makkelijker zijn voor beide vrienden om alle wedstrijden van Blauw-Zwart te volgen op radio en televisie. Maar dat is voor hen geen optie. Ondanks het feit dat je er daar misschien wel de commentaar bij hebt van wat men ziet op het veld, maar dat dus. Hier is het zoveel plezanter om dat mee te maken. Allee, die sfeer, die supporters onderling ook, hè, Christophe? Ja, dat klopt. Ja. Op de radio, wat je op tv op de radio ziet, is niet hetzelfde. Je moet de sfeer hier ruiken, voelen, horen eigenlijk. Hè. De match zelf dan, ondanks het feit dat ze geen enkele fase hebben kunnen zien, geven ze toch een correcte wedstrijdanalyse. Wijs dat we niet mogen klagen dat het een gelijkspel geworden is. Oké, ja. Goh, 1-0 voorgestaan. Misschien een betere eerste dan de tweede helft. Maar al bij al pijs ik dat we niet mogen, dat we eigenlijk nog content mogen zijn. Want hetgeen dat wij hier opgemerkt hebben, dat is dat ze volgens mij toch wel serieus een paar kansen gehad hebben om zelfs uit te lopen. Zeker in de tweede helft. De twee Bruggelingen zijn trouwe clubsupporters, maar Christophe is duidelijk de fanatiekste. Ik ben supporter in hart en nieren en ik heb zelfs gezegd ooit, mijn familie lacht me dikwijls een keer uit, zo, clubsupporter. Ik zeg tegen hem, sta ik hier als allerlaatste op die tribune, als allerlaatste dat ik hier zo moet staan. Zo, ik zal hier als laatste die deur ginder achter mij dichtslaan, zeg ik. Ik meen dat ook. Maar gebeuren wat dat wil, ik zal hier als allerlaatste buiten gaan. Ze moeten me hier buiten dragen op een brancard of ginder op veld. Bravo worden.